Ja, hou je een beetje van puzzelen? Ik hou wel van puzzelen, maar dit vind ik leuker werk. Ja, wat maakt dit zo leuk? Nou, met dit... voor de generatie Nijmi is het wel heel leuk als ze dit nog wegjogen. Maar het is wel dreig, denk ik, of net? Het is dreigwerk. Er zijn mensen die zeggen dat het monnikenwerk is, maar ik vind het leuk werk om het te doen. Ja, dat kun je misschien wel zien. De tegels die binnen al hier labelen. We zijn eigenlijk wel van doel om alle tegels weer op dezelfde plak weer rond te lezen. Daar hebben we een goede reden voor en dat is, toch al die jaren heen, het Woudergemaal is haast 100 jaar oud. Ben die tegels toch wel een beetje slieten. Dus op de plakken met een soort meisje langs rennen, binnen de tegels gewoon eigenlijk een beetje meer inslieten dan de oren. Dus zo zou je het ook aan de heen zijn, dan zit er helemaal als een dambootje zit er terug. Maar je zegt het is echt leuk werk? Ik vind het heel leuk werk, ja. En wat maakt het zo leuk? Dit is, hier zie je letter, zie je nog steeds weer dat het nog erin leidt. Dat is... Oh, zie, dat kan het gebeuren. En dan moet het met wel liemen worden. Ja, zie, daar heb ik er even een voorbeeld van. De tegels die binnen dit stikken binnen, die liemen we gewoon. En dat is gewoon dat we gewoon dient met seconde liem. Dat is dus insmaren en zinnen kan eronder drukken en dat is het. En dan is het verst. Op zijn manier hebben ze weer zo. Dus dan hebben ze eigenlijk weer, ze krijgt hetzelfde onderzicht en had ze in de vlieger zitten nog. Dus eigenlijk een breuk, dat nemen we eigenlijk ook in de reparatie mooi. Dus eigenlijk zul je er helemaal niks meer van. Nee, maar die breuk die zul je dus nog, maar dat is je krijgt de bedoeling. Dat is de sleetziet van het gemaal natuurlijk, want we kunnen natuurlijk hier net naaien tegels en naaimaatje in. Maar dat past helemaal net in de entourage. Nou, zo mooi is wat. Ja, zit er nou weer eens naaien? Ja, hij zit er nou weer eens naaien. Die kan wel zien. Hij zit er helemaal wel mooi in, maar het lijkt het weer helemaal krekken. Je kan het niet zien dat er wat omgekeerd. Er zit wel een liedje hier skork in, maar verder is hij heel mooi. En hij past? Hij past echt weer. Precies wat hij werkt is.